De brand ontstond vanmiddag rond 14:15 in frietent De Schuiven en het inpandige Chinese restaurant Happy Valley. De vlammen sloegen razendsnel om zich heen. Jan Verdaas heeft een elektronicazaak naast het restaurant. Hij heeft nog geprobeerd om de brand mee te blussen. De brand is natuurlijk ontstaan in het frituurvet van de cafetaria. Dat is eigenlijk al vrij snel onderkend, dus we hebben dan snel de brandweer ingeschakeld. Een van de medewerkers van Verdaas Electro heeft nog geprobeerd om met de brandblusser het brand te blussen. Dat is helaas niet gelukt. Ja, toen is de brand natuurlijk verder gegaan en het heeft vrij lang geduurd voordat de brand weer er was. Gezien de brand moest er wel de nodige materieel ingezet worden, wat de eerste prioriteit kreeg. Er zouden te weinig mensen geweest zijn om de waaks te bemannen. Daar kan ik op later tijdstip over terugkomen, dus daar heb ik op dit moment geen informatie over. De brand zorgde voor veel rook. Daarom waarschuwde de brandweer iedereen om ramen en deuren te sluiten. Ook moest de brandweer slangen over het spoor leggen om water aan te voeren. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Zevenbergen en Oudenbosch al de hele middag stil. Treinreizigers moeten verder met de bus. Dit gaat waarschijnlijk nog tot laat in de avond duren. Het cafetaria en het restaurant zijn volledig uitgebrand. De elektronicazaak van Verdaas heeft voorlopig alleen flinke rook- en waterschade. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Alleen gevoelsmatig zeg ik, van na 20 tot 25 minuten minimaal voordat er een brandweerauto is, ligt voor mijn gevoel erg lang. De brand is inmiddels onder controle.